En ook goed dat we nu eindelijk van start gaan met die corona-enquête. Die, ik zeg in alle eerlijkheid, veel te lang tegengehouden geweest is. Er is er eentje gehouden in Frankrijk, in België, in Groot-Brittannië, in Ierland en over elk land. En hier is een voorbereidingscommissie van de enquête, waar ik zelf in gezeten heb, erg lang in de wachtstand geplaatst. En ik ben blij dat er nu brede steun is om eindelijk eens een keer te kijken hoe we bij corona gehandeld hebben. En dat gaat ook voor ons, inclusief de Kamer zelf, zeg ik er gewoon bij. Want ook wij hebben misschien soms dingen niet goed gedaan. Twee voorzitter, ik heb aangekondigd in de eerste termijn dat ik een motie zou indienen. Dus ik doe het hierbij. De Kamer gehoort de beraadslagingen. Constateren dat de leden Taverne en Van der Staaij in 2017 voorgesteld hebben om een algemene commissie voor constitutionele zaken in te stellen. En dat dit toen niet gedaan is, omdat constitutionele toetsing ook in de commissie kan plaatsvinden. Van mening dat constitutionele toetsing van wet en regelgeving en verdragen sindsdien onvoldoende is opgepakt. Besluit voor de duur van deze parlementaire periode een tijdelijke commissie voor grondrechten en constitutionele toetsing in te stellen op basis van artikel 7.2 van het reglement van orde. Verzoekt het presidium daartoe een werkgroep in te stellen die binnen 4 weken een voorstel doet over de werkwijze en taakafbakening van deze commissie. Gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Jezigel Segerius, Van der Plas en Wilders. En mocht u denken, wie moet bellen? Volgens mij is de heer Van der Staaij wel een goede om mee te beginnen. Heer Jetten, D66. Voorzitter, een paar jaar geleden is in deze Kamer de tijdelijke wet Groningen aangenomen. En toen werd ook een amendement, volgens mij van mevrouw Beckerman, gesteund bij een meerderheid. En die meerderheid was tot stand gekomen omdat een aantal Kamerleden foutief hadden gestemd. Of in ieder geval anders hadden gestemd dan ze eigenlijk hadden gewild. Ja. Toen is hier in deze Tweede Kamer verzocht om dat te corrigeren. En het kabinet heeft toen ervoor gekozen om een wetsvoorstel dat al bij de Eerste Kamer lag per novelle weer aan te passen en daarmee een amendement van de Tweede Kamer terug te draaien. De heer Omtzigt was toen een van de Tweede Kamerleden die echt woedend was dat het kabinet op die manier en de coalitie op die manier probeerde te beïnvloeden een wetsbehandeling die in de Eerste Kamer plaatsvindt. Dus mijn vraag aan hem is eigenlijk heel simpel. Waarom gaan we nu dan afwijken van die oude lijn van Omtzigt en gaan we ons als Tweede Kamer nu bemoeien met wetsbehandelingen die al gaande zijn in de Eerste Kamer? Voorzitter, het is een verzoek. Niet meer en niet minder dan dat. De Tweede Kamer draait niets terug in de Eerste Kamer en dat was bij die novelle anders. Ja. En daar had de D66 een stemfout gemaakt. Wat overigens kan, en dan kun je het hier per meerderheid terugdraaien, dat kan. Maar daar was ik niet helemaal voor, nee. Is dit dan de nieuwe bestuurscultuur? Dat zou ik eigenlijk alleen maar willen vragen, voorzitter. De heer Temmermans, GroenLinks. Voorzitter, de motie van mevrouw Jessel-Gus doet een beroep op het kabinet, staat er. Beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken. Beroep op kabinet. Is de heer Omtzigt het met mij eens dat als de Kamer een beroep zou doen op het kabinet door middel van deze motie, dat we dan wel mogen vragen aan de verantwoordelijke bewindspersoon om met de reactie op dat beroep te komen aan de Kamer voordat er over deze motie gestemd zou kunnen worden. Dus zou hij mij kunnen steunen in het voorstel om de stemming over deze motie aan te houden totdat de verantwoordelijke bewindspersoon zijn licht heeft laten schijnen op dit beroep aan hem en dat hij dan ons kan laten weten wat hij daarvan vindt? Laat ik je even over nadenken. Ik snap wat u zegt. Voorzitter, uiteraard, ik vraag het aan de heer Omtzigt, maar in feite is natuurlijk een verzoek aan u. U kunt het, als er stemmingslijst er is, kunt u dat bij de aanvang van de stemmingslijst kunt u het verzoek doen. En dan kijk ik of daar een meerderheid voor is om dat uit te stellen. Nee, mijn verzoek mag ook nu, maar als u nu dat doet, dan ga ik nu in de ronde of daar een meerderheid voor is. Ik vind dat de Kamer pas, zeker omdat dit zo tegen de mores van dit huis ingaat, vind ik dat de Kamer op zijn minst een standpunt van het kabinet moet hebben voordat we hierover kunnen stemmen. Dat is mijn positie en ik hoop dat ik daarvoor ook een meerderheid krijg. In ieder geval uw steun krijg, mevrouw Voorst. Ik kan het voorleggen aan de Kamer en ik kijk heel even naar de heer Timmermans of er behoefte is om dat nu te doen. Ik zie straks even. Ja, of straks, maar woord is ja. Oké, dan kijk ik heel even rond, maar ik zou dan wel even dat willen doen nadat we het interruptiedebat met de heer Omtzigt afgemaakt hebben. Anders wordt het wel heel onoverzichtelijk. Ik kijk er even. Ik zie iedereen weglopen, dus dan neem ik aan dat bij deze dan dat interruptiedebat met de heer Omtzigt is afgerond. Heeft u nog verdere opmerking voor uw termijn? Nee, voorzitter. Ik heb geen opmerking meer. Ik dank u. Dan